Beste mensen, beste Maxmers, beste commissie, Altiers, Oertendingen. Wat een prachtige plek om samen te zijn. Wat een mooie gedachte om hier samen het oude jaar uit te luiden. Een hele eer om dat met u te doen. Commissie, hartelijk dank voor deze uitnodiging. Tja, daar staat ze dan. Geboren en getogen in Midden-Limburg. En als ik dat zeg, kunt u die onvervalste zachte G al direct opmerken. Wat had ik deze overdenking graag in het Fries gedaan. Een hele mooie oude taal. Zojuist gehoord met het Friese volkslied. Ik dacht, ga maar een stapje achteruit en zing maar even niet mee. Ik heb een half jaar les gevolgd bij de AVOEG. En na het half jaar zei mijn lerares: Nico, je doet jouw uiterste best, maar het lukt niet, hè, die uitspraak. Voordat ik verder ga, zal ik kort toelichten wie ik ben. En als u mij niet kent, is dat een heel goed teken. Ik ben Nicole Mengering. Sinds 2000 ben ik huisarts hier in Marsum. Samen met collega Dennis Doorn, die alweer 20 jaar geleden dokter Kolf opvolgde. We runnen samen de praktijk en de apotheek aan de Dr. Poptastriet nummer 1. We hopen zeer binnenkort ons nieuwe pand bij Nijfranium in gebruik te kunnen nemen. Wat hebben we daar een zin in? En wat is het mooi om met z'n allen onder één dak te zitten? Het was mooi de saamhorigheid te zien en te voelen tijdens het hoogste puntfeest afgelopen november. Maar hoe kom je nou als Limburgs terecht in het Hoge Noorden? Ik kom er toch even op terug. Na mijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht ben ik via Eindhoven en Leiden in Friesland beland. Deze route werd eigenlijk bepaald door mijn partner, Jeroen Meijerink. Ik leerde hem kennen in Maastricht. Hij volgde de opleiding tot chirurg. Zijn eerste baan was in het medisch centrum Leeuwarden. Een hele fijne tijd waarin we de trotse ouders werden van onze kinderen. Zoon Stijn, 10 jaar inmiddels, dochter Fransje, 9 jaar, en onze jongste tweeling, Wouter en Lisse, 7 jaar, 2 heerlijke boeven. Wat een rijkdom, 4 gezonde kinderen. Ik kan het niet laten om tussendoor even een anekdote uit de praktijk aan te kaarten. Een patiënt werd door een specialist terugverwezen naar mij, de huisarts. Hij bleek nogal beteuterd te kijken toen de specialisten tegen hem zeiden. Op de vraag waarom de patiënt het niet erg leuk scheen te vinden, zei de patiënt: ja, maar die is altijd zwanger. We wonen heel prettig in Betuwemolen. En of dat nou verstandig is te melden tussen al die marsmers. Maar u begrijpt, ik kan de weg tussen Betuwemolen en de praktijk dromen. Ik sta met één been in Marsum en met het andere been in Betuwemolen. Jeroen werkt sinds 4 jaar alweer in Amsterdam en pendelt heen en weer tussen de Vrije Universiteit van Amsterdam en Betuwemolen. Drukke tijden en niet altijd gemakkelijk als werkende moeder met 4 kinderen en een man die vaak weg is. Maar we zeggen oprecht, het lukt ons. Ondanks de spaarzame tijd samen is het heerlijk om met z'n 6 de dag te plukken. Vanavond is mijn gezin helaas hier niet aanwezig. Ze zijn met onze oude vrienden uit de studententijd bij ons thuis oudjaarsavond aan het vieren. Een traditie die we al 20 jaar volhouden. Gewoon gezellig samen zijn, rondrennende kinderen en ouders die elkaar alweer 1 jaar geleden voor het laatst zagen en heel veel bij te kletsen hebben. Goed, genoeg over mijzelf. Nadat verschillende mensen dachten dat ik Française dan wel Vlaamse was, weet u nu waar mijn wortels liggen. Ik wil de komende minuten graag meenemen naar een onderwerp dat mij heel erg interesseert. Communicatie. In mijn vak denk ik wel het allerbelangrijkste waar je mee bezig bent. En niet altijd gemakkelijk.
dagelijks leren van het steeds weer communiceren. Merk je hoe gevoelig het is voor misvattingen bij zowel de spreker als bij de ontvanger?